Goedemiddag, het is dinsdag, tijd voor een nieuwe vlog. Ik ga het later deze week, wil ik aantippen het onderwerp euthanasie. En ik zeg aantippen omdat het natuurlijk een reuze groot onderwerp is. Dus ik doe gewoon een mini deeltje daarvan vertellen hoe... Koeproem en ik ook zelf daarin sta vanuit de antroposofische visie gezien. Vanmorgen heb ik een gesprek gehad met Jeroen, mijn adviseur. Het is altijd heerlijk om even samen te sparren. En ik ben de ochtend in alle vroegte begonnen met de zorgopstart van een nieuwe cliënt. Omdat Wendy met vakantie is, ik doe het graag dan, normaal zou zij het doen. Maar ik vind het belangrijk om goed de stempel van Koeproem neer te zetten en om de lijnen goed uit te zetten. Dus dat heb ik zelf gedaan, in alle vroegte. En Wendy is met vakantie en ik heb ook best, dit weekend ben ik 10 uur bezig geweest aan het rooster. Dat is gewoon heel normaal. Ja, ik ben er ook niet echt heel handig in, maar ik moet zeggen dat het allemaal lekker loopt. Alle avonden heb ik rust en minimaal dat ik even hier en daar nog wat zorgjes verleen, maar dat mag geen naam hebben. Gewoon leuk. En nu stap ik uit bij mijn ouders. En nu ik meer tijd heb, heb ik me voorgenomen. Ben ik nu ook al in de praktijk aan het waarmaken. Wil ik een middag of een ochtend per week mantelzorgen. En ik ga nu met mijn moeder naar de kapper. Gewoon heel gezellig. De rollator heb ik ingeladen en nu ga ik mijn moeder ophalen. Moet je eens kijken, een prachtige plas en ik vind het toch altijd wel weer bijzonder om in een dorp te zijn. Het is een half uur rijden en ik ben er helemaal uit en een prachtige natuur hier. En dit uitzicht hebben mijn ouders, een tuin aan het water. We hebben een super gezellige middag gehad. Ik heb bijna geen voetjes meer over. 3,5 uur non-stop geshopt en gezellig gepauzeerd. En mijn moeder is geslaagd voor alles. Goedemiddag. Het is 4:30 vrijdag. Vandaag had ik een vruchtbare kantoordag. Onder andere heb ik me bezig gehouden met de financiële verantwoording aan het ministerie. En veel zorginhoudelijke zaken. En nu ga ik samen met een collega, een leerling verzorgende, een verblijfsblaaskatheter plaatsen bij een cliënt. Wat niet kan wachten tot maandagochtend. Goedemiddag, het is zondag. Euthanasie komt steeds vaker voor in onze praktijk. Iedere cliënt heeft de keuze voor euthanasie of een natuurlijk stervensproces. De keuze van de cliënt respecteren wij. Wij zijn als Koeproem een voorstander van een natuurlijk, zo natuurlijk mogelijk stervensproces binnen de mogelijkheden die er zijn, met behoud van kwaliteit van leven. Het begrip natuurlijk sterven, dat vraagt om een definitie en een afbakening. Helaas kan ik daar nu niet op ingaan, ik tip het wel straks even aan. Ik geef wel een paar literatuurtips waar ik zelf veel inspiratie uit haal.
Er zijn natuurlijk vele boeken verschenen over sterven. Ik noem er zomaar een aantal waar ik regelmatig naar grijp. Wat gebeurt er als je doodgaat van Hans Stolp? Bewust sterven van Marinus Hummelen. Ook jij leeft eeuwig van Bernard Jacobi. Rouwverwerking en rouwbegeleiding, René Zeilmans. En dan twee boeken van Rudolf Steiner. De wereld van de gestorvenen. En het boek waar ik telkens maar mee terugkom. De wetenschap van de geheimen der ziel. Basiswerk van Rudolf Steiner. Antroposofie is gebaseerd op het esoterisch christendom. Wat is het esoterisch christendom? In een notendop. Een mens wordt geboren en vooraf stelt hij zich een opdracht. Bij de geboorte is dit niet meer in het bewustzijn. Pas in de tweede helft van een mensenleven gaan deze doelen ertoe doen. En met name in de terminale fase. De terminale fase, dat zijn de laatste 3 maanden van een mensenleven, wat je natuurlijk pas achteraf kunt vaststellen als iemand overleden is. Na het overlijden gaat de gestorvene een weg, ongeveer van een paar eeuwen, om daarna opnieuw geboren te worden. Als nu het overlijden in het vorige leven op een natuurlijke wijze verloopt en redelijk bewust, dan draagt dat bij aan de start van een nieuw leven. Terug naar de thuiszorg. Onze cliënten ontvangen vaak curatieve zorg, dat wil zeggen zorg gericht op genezing. Ook ontvangen zij palliatieve zorg en dat is zorg gericht op comfort, de kwaliteit van leven. En in onze praktijk zien wij vaak dat er dan in die laatste fase een euthanasiewens opkomt. Daar is een procedure in en daar ga ik nu niet op in. Hoe gaan wij als koeproom om met een natuurlijk stervensproces? Wel, wij geven toegewijde zorg. De antroposofische huisartsen kunnen ook speciale medicatie vanuit de antroposofie voorschrijven en verschillende therapieën. En verder, in overleg tussen arts en cliënt wordt er ook soms palliatieve sedatie ingezet als pijnbestrijding. En dan heb ik het over morfine en of slaapmedicatie. En wij betrekken ook altijd, voor zover dat niet het geval is, familie, naasten en eventueel een geestelijke bij de verzorging van de cliënt. Het allerbelangrijkste is dat we in samenwerking met elkaar de cliënt vertrouwen geven in dat wat komen gaat. Hoe gaan wij als koeproom met euthanasie om? Er wordt door de cliënt met de verzorgende natuurlijk veel gesproken over dit onderwerp. Wij verzorgen de cliënt tot en met de laatste dag. De eerstverantwoordelijke komt dan 's morgens en ondersteunt de cliënt met wassen en aankleden. Inmiddels is dan de familie gearriveerd en de naaste. De verzorgende neemt dan afscheid en koeproom draagt de zorg over aan een andere thuiszorgorganisatie. En deze sluiten dan een infuuspomp aan en een arts dient de euthanasievloeistof toe. Het gebeurt ook wel dat een arts
de pomp aansluit en dan is er geen andere thuiszorgorganisatie nodig. Dit is allemaal vooraf besproken met de cliënt. De huisartsen waar wij mee samenwerken, de antroposofische huisartsen, werken niet mee aan de daadwerkelijke euthanasie. Zij blijven wel ook, net als wij, gewoon huisarts, de huisarts van de cliënt tot en met de laatste dag. Alleen de handeling zelf voeren zij niet uit. De impact die euthanasie heeft op verzorgenden is groot. Afscheid nemen is onderdeel van ons werk. Dat is een natuurlijk proces, een lach en een traan horen daarbij. Wij staan als thuiszorgorganisatie vanuit antroposofische visie voor een optimale toewijding en begeleiding in de palliatieve en terminale zorg. De rol van de huisarts, de familie en de naaste en eventueel geestelijke zijn ook erg belangrijk. Door met elkaar samen te werken kunnen wij de cliënt vertrouwen geven in dat wat komen gaat. Van week tot week, van dag tot dag, van uur tot uur. Goedemorgen, het is maandag. Een blik in mijn werkkamer. Ik ben begonnen met opruimen, nu ik meer tijd heb. Dit heb ik zaterdag gedaan, deze computers opgeschoond. Met behulp van mijn schoonzoon. Het is nog maar een beginnetje, want hier staat ook nog een computer die opgeschoond gaat worden. En dat gaat Sal doen. En in de volgende vlog zal zij zich voorstellen. Nog een terugblik op de terugblik. Dat is bij mij heel goed gegaan. Wat ik heb gedaan is de dag in tweeën, soms in drieën opdelen. En sowieso, in principe neem ik altijd een middagrust, een savasana. Dat heb ik in een eerdere vlog laten zien hoe dat gaat. En voordat ik dan daadwerkelijk ga rusten, blik ik terug. En ja, dat pakt voor mij heel goed uit. Ik had toevallig nu een vrij rustige week. En toch zijn mijn weken altijd wel, en mijn dagen, fragmentarisch. Veel telefoontjes, veel mailtjes, veel gesprekken. En ik neem deel aan verschillende projecten. Eigenlijk aan alle processen die zich in een thuiszorgorganisatie afspelen. Daar heb ik iets mee te doen. En het maakt dan toch voor mij het gemakkelijker om terug te blikken. En dat is heel goed gegaan. Ik hoop dat je, ja, dat je ook hier iets aan hebt. En ja, wellicht wil je ook meedoen met de terugblik. Dan kun je een paar vlogs terugkijken hoe dat werkt. Tot volgende week.